Ja, dit is een kunstwerk die ik gemaakt heb voor het festival MAF. En het symboliseert eigenlijk een phoenix die herrijst uit de as. En dan vraag je natuurlijk af, waarom heeft hij dat gemaakt? Nou, ik heb het gemaakt omdat ik eigenlijk vorig jaar heel erg druk ben geweest en geen tijd heb gehad om eigenlijk stil te staan bij sommige dingen die er gebeuren. Bijvoorbeeld overlijden van mensen. Ik zeg geen tijd hebben, geen tijd genomen hebben. Dat is eigenlijk betere. Ik dacht dat is een orde voor alle mensen die dit jaar en vorig jaar mensen hebben verloren. En dit is eigenlijk even een moment om daarbij stil te staan. Ik denk, laat ik een beeld maken of een kunstwerk maken die daar te maken mee heeft. Hier in het witte gedeelte van het kunstwerk zit licht. Dus als je 's avonds een keer langskomt en het is al een beetje donker, dan zie je goed hoe dit verspringt van licht. En het lijkt wel een beetje op de brug hier verderop. Ik denk, ik doe dat even, dan past dat zo mooi bij elkaar. Dan is het een beetje een raakpunt. Die kleuren, en daar krijg je geen problemen mee, zoals met de brug van met suikerfeest en zo? Ik krijg nergens problemen mee, Marinus. Laat ze maar komen en zal ik ze dat even rustig uitleggen, waarom ik die kleuren heb. Ze doen allemaal zo druk over die dingen, ach. Ja. Ik weet dat je ook met andere dingen bezig bent, ontwerpen van posters en reclame en zo. Ja. Hoe gaat het daarmee? Ja, gaat goed hoor. Het is af en toe wel eventjes goed plannen, hè? Wanneer dit en wanneer dat. Maar met een beetje goede wil komt dat wel goed hoor. Ja. Ja, nog een paar spannende dingen in het loop van het jaar. Nog een paar leuke exposities in België. Misschien eentje in Luxemburg nog. Nou, een paar nog in Nederland. Ja, leuk. Leuk programma in vooruitzicht. En daar kun je van bestaan? Ja, de ene keer beter dan de andere keer, laat ik zo zeggen. Nee, gaat goed.